Ik deed alles wat ik kon doen, zeg maar uh, cardio, oncheck fitness, voeding, 4000, 5000 calorieën eten. Ik weet gewoon dat dat gevoel dat me achtervolgt van dat ik slecht bezig ben, dat doet me echt wat van winnen. Ik ben dan hier om mijn gelukkigst, zeg maar. Dus luister echt naar wat je diep van binnen wilt. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Muscle Meals Behaal jouw sportdoelen. En wil je nou nog 10% korting op je favoriete meal prep Gebruik dan de kortingscode PODCAST10 voor 10% korting. Geniet van de aflevering. Ciao. Overgewicht is een van de grootste gezondheidsproblemen van onze generatie. Komt het door de huidige voedselindustrie of komt het door de digitalisering van onze generatie waardoor we bijna nooit meer buiten spelen? Of toch door iets anders? Vandaag gaan we met iemand hebben die geen overgewicht heeft en een lean lifestyle naleeft: namelijk de enige echte Anthony Kruijver. Welkom. Dankjewel. Ja, uh, de, de reden dat we dit artikel uh, aanhalen, of in ieder geval we hebben een artikel uh, over het uh, nou, overgewicht in Nederland wat is uh, toegenomen. Zie je dat zelf ook uh, dat overgewicht steeds meer toeneemt? Valt mee eigenlijk dat ik het echt zie, maar ik denk dat dat ook wat meer bij de oudere doelgroep is, zeg maar. Uh, ja. Ja, merk je het ook bij je eigen PT-klanten dat er mensen binnenkomen die misschien wat voller zijn of uh, meer last hebben van overgewicht? Nee, dat, nee, de meeste mensen die coach, die ja, zijn toch uh, niet echt heel zwaar of zo. Mm. Dat je het is uh, meer gewoon een beetje verbeteren of gewoon wat skinnier. Ja, ja precies. Heb ja. je zelf ooit overgewicht gehad? Ja, ja even. Ja. Ja? Ja, uh, uh, uit de hand gelopen bulk of was dat voor Juist, of, ja. uh... een, soort, een soort van dat. Uh, ik deed het wel best wel bewust gewoon. Mm -hmm. ja. En uh, ik wou gewoon ervaren hoe het was om veel te moeten afvallen. Ik woog toen 107 kilo. Ja. Oh. Ja. Maar ja. was dat voor je begon met trainen of uh, tijdens? Uh, nee, toen was ik al wel twee jaar bezig of zo. Oh, ja. Oké, okay. ja. 107 kilo, want je weegt nu... 88 of zo, toch? Ja, ja, klopt. Ja, ja is wel veel inderdaad. Nog... Ja, <laughs> wel wat extra Maar vetjes. was dat gewoon omdat je niet lekker in je vel zat? of? Um, nee, ik zat nog gewoon op gewoon... een sportopleiding. Ja, oh, dus, je uh... was gewoon echt aan het pulken toen? Ja, ja. ja. Oh, Oké, okay, ja. maar je was toen wel wat voller. Maar had je het nog wel blokken? Of was het echt gewoon een pensie? Ja. Nou, pensie klinkt ook weer gelijk zo negatief, maar... Ja, ik had nog een klein beetje felines. Klein, een klein ja. bovenste buikspierblokje op een of andere mm. reden. Ja, maar uh, nee. Ik uh, had wel echt uh, wel vet, zeg maar. En ik zag het zelf... Wat minder. Dat is ook wel iets wat volgens mij best wel regelmatig gebeurt bij mensen die ja. gewoon flink gaan bulken. Die zien zelf niet eigenlijk. Uh, volgens mij, Jeff Said had het laatst ook uh, die uh, opeens een zieke bulk. Dat ja, dat die, ja, dat het uit de, uit de hand was gelopen. Ja. Ja. Weet je ja. ook onzeker van? Toen je zeg maar uh, nou ja, of zwaar overgewicht had, om het zo te zeggen. Nou, Eigenlijk wel, maar misschien ook wel weer een beetje goed dat iemand bijvoorbeeld erover begon, die zei van uh, wat ben je nou aan het doen man. Je bent toch een uh, fitnessguy en zo, weet je. Wel? Toen uh, realiseerde ik wel van oh, is het zo erg? Weet je? Ik zag mezelf nog niet zo erg. Mm -hmm. je, op een of andere reden ga je op andere dingen focussen. van, Ja, maar ik ben wel sterk. En uh, ik ben juist nu een beetje groot in kleding of zo, weet je. Wel? Dus ja, ja. Alleen, uh, ja, uiteindelijk was het toch wel doel om het weer kwijt te raken, zeg maar. Het ja. wordt moeilijk ook om het weer kwijt te raken, of niet? Dat niet echt. Nee, ik had al alleen een. Um ja ik ging super fanatiek met uh, veel hardlopen erbij en toen kreeg ik ook shinsplint, splint zeg maar een blessure aan de voorkant van je kuit oh, uh, ja. gewoon ja ik was ik ook heb wel sp spierpijn gehad niet fijn nee klopt zeker <laughs> ja nee gewoon dat je dan opeens heel fanatiek gaat je bent al wat zwaarder zeg maar uh, ja dus dat was niet ideaal en ook gewoon uiteindelijk is het niet heel erg uh, gezond ik, nee precies <laughs> maar ook gewoon helemaal niet effectief want uh, je wilt eigenlijk geen yo-yo effect hebben, weet je. Slow, steady is met de, de meeste dingen gewoon het beste. Ja. Ja. Was het achteraf gezien ook maar on purpose? Was het zeg maar bedoeld dat je zo uh, ja. groot werd? En ik moet zeggen, ik heb het toen ook voor Instagram gebruikt als transformatiefoto en zo. En dat heeft me ja. zeker ook wat klanten opgeleverd. En, ja. uh, en naast dat heb ik ook eens, uh, de meeste likes ooit gepakt, volgens mij toen 15.000 likes of zo. Hmm. Ja, 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 voor je transformatie toen? Ja, ja klopt. Ja. 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 Ja, want, ja, want hoeveel kilo was er toen in totaal af in die transformatie? Um, eerst had ik een foto gebruikt wat maar twee maanden verschil was, en ik, ik weet niet hoe ik snap het nog steeds niet, maar ik was echt 20 kilo lichter Damn. in, in <laughs> twee maanden. Ja, en, en ik weet hoe transformatiefoto's gemanipuleerd worden. Ja, weet je? Ja, en, uh, geen uh, wide angle gebruikt toen. Uh. Nee, ja, ik, ik was daar nog niet eens uh, heel, heel verstandig mee en zo. En uh, ja. uiteindelijk heb ik nog één jaar later, volgens mij, met de fotoshoot. Uh, toen was ik echt ook heel droog, heb ik die foto ernaast gezet. Is een keer precies op dezelfde plek geshoot, die foto. Weet je mm. oh, dat werkte heel dat goed. Dat is ook leuk. Inderdaad. Ja, precies. Maar uh, nee, die, uh, ja, het werkte altijd heel goed om die oude foto te gebruiken uiteindelijk. Maar verder raad ik het niet aan voor mensen om zo'n lijpe bulk in te gaan. Uit de hand na ja. te streven. Ja, want wat zou jouw tip zijn om, zetten ze hem weer, nou, 20 kilo's misschien een beetje extreem binnen. Hoeveel tijd was het nou, twee maanden? Uh, ja, ja. 10 ja. kilo per maand, dat is wel veel inderdaad. Ja. Maar wat zou je, jouw tips zijn om dat uh, na te kunnen streven, zeg maar? Ja, ik denk sowieso dat het dus voor mij ook wat makkelijker was... omdat het er zo snel bij ging, dat het daardoor ook weer sneller af... en omdat ik eigenlijk ook een hardgainer... Uh, type ben, zeg maar. Ik ja. heb ook een hogere verbranding. Uh, mijn beste vriend bijvoorbeeld, die, die is soms actiever en die, die, die cheaten veel minder. Qua ja. uh, hier en daar uh, chocola. Maar die, die krijgen gewoon, gewoon geen hele strakke sixpack, weet je wel? Dus het is ook een combinatie van genen. Alleen moeten we dat nooit de schuld geven aan degene, weet je? Hard work. Uh, Hard werken bij jezelf. Ja, Maar uh, nee, ik deed alles wat ik kon doen, zeg maar. Uh, weet je wel? Dus cardio on check. Fitness, voeding en dan echt van voeding eerst 4000-5000 calorieën eten, weet je wel? Want je moet steeds meer gaan eten, hoe zwaarder je ja. wordt. Nou, dat is uiteindelijk uh, gelijk een switch naar 2000. Nou, dat raad ik dus nooit nu bij mijn klant aan. <laughs> weet je wel? probeer eerst er ziek van. <laughs> nou, of, uh, ik weet niet, maar gewoon pff, mijn mindset toen, joh, als ik iets wou en zo niet normaal. Ja, nog steeds ben ik wel, weet je wel, hiermee bezig, maar. Sommige dingen wat ik vroeger deed, joh, dat, dat, weet je wel, bakjes tot aan uh, calorieën track en zo. Nu eet ik gewoon gezond, maar ik doe echt haast niet meer die dingen ja, waar ik geen zin meer in heb, zeg maar. Maar toen deed ik alles, om voor de resultaten en zo. Ja, 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 dat was echt mijn periode, man. en uh, Ja, zo raad ik het dus niet aan. maar... Het werkte wel voor het afvallen, maar uiteindelijk verloor ik ook veel kracht, veel spiermassa. Ja, ja dus, dat uh, hoort erbij natuurlijk. Dat, ja. uh, je raakt altijd wel een beetje spiermassa kwijt als je zo'n grote transformatie gaat ja. doen. Dat, uh, Oké, okay, ja, want we hadden het natuurlijk net over dat artikel dat heel veel Nederlanders uh, uh, overgewicht hebben. Waar denk jij dat het fout gaat? Waar gaat het volgens jou mis, wat betreft dat overgewicht? Sowieso, te weinig beweging wel. ja. Uh, bijvoorbeeld, weet je, als, als je gewoon thuis zit... en je zit alleen maar te scrollen op je telefoon... Ja. eigenlijk kan je dat ook wandelen doen of zo, weet je. Ik bedoel... Ja. Ja, ja, bijvoorbeeld deze podcast aanzetten en een lekker stukje gaan wandelen. Ja, precies, precies. Dat is echt... Uh, ja, en vooral dus de tijd wa waar we nu dan wat meer in zitten, weet je. De zomer is voorbij. Je gaat toch minder buiten, zi uh, buiten zijn en bewegen. Klopt. En wat er dan gebeurt als je binnen zit... uit verveling ga je toch meer eten. En ik merk dat ook... Ik, ik zei nog tegen mezelf oh, deze winter wil ik eigenlijk helemaal geen bulk in ik wil eigenlijk niet eens veel zwaarder worden natuurlijk een beetje gezonder. weet je ik was best wel heel erg droog iets hoger vetpercentage echt geen probleem maar het is uh, ja gelukkig zie ik mijn valkuil weet je wel... dat je dan uh, wat minder gaat bewegen dus wat moet je doen precies het tegenovergestelde meer bewegen en gewoon uh, minder van die snijmomenten dus zorg ja. dat je sowieso niet die slechte dingen in huis hebt ik heb het even uh, bij mij was het drop ik had echt even een weekend, drie dagen, als ik twee kilo aangekomen. Nou, het was zo mentaal voor mij, joh. Die, uh, die maandag had ik een switch gemaakt en uh, ja, twee een weken. op in de prullenbak geflikkerd? En, uh, Dat niet, maar uh, ik heb ze gewoon niet... <laughs> opgegeten ik, dus. <laughs> nee, ik heb ze gewoon niet... Ze zitten nog in die kast, dus ah, ik ben nee. daar echt... Uh, ja, ik, ben, ik was echt trots. Ik telde elke dag, acht dagen niet gecheat. Tien dagen niet gecheat, weet je wel. Ja, okay. En gewoon uh, door middel van de juiste dingen in huis te halen. Dat je altijd wat gezondste eten hebt. Ja. Uh, en de kast uit. Goede meuk in je kast, om maar even ja, te zeggen. Ja, echt gewoon gefocust op je doel. Ik weet gewoon dat dat gevoel dat, dat me achtervolgt van dat ik slecht bezig ben. Dat, dat doet me echt wat, weet je wel, van winnen. Ik ben dan niet op mijn gelukkigst, zeg maar. Dus ja, ik uh, had daardoor weer extra motivatie om het niet te doen, zeg maar. Dus uh, ja, dat is gewoon echt ook heel belangrijk. Dat je echt niet vergeet waarom je dit doet, weet je wel. En motivatie is heel lastig om altijd op, ze, op één constant te, pitje te hebben, zeg maar. Ja, snap Weet je, het comes and goes een beetje. Dus op die dagen dat je minder motivatie hebt, dan word je juist getest en wat ja. zou je adviseren aan mensen die in zo'n traject zitten om echt af te vallen, die gewoon uh, overgewicht tot zwaar overgewicht hebben, en die hebben dan van, ah ja, shit, ik weet niet of ik er nog wel zin in heb, en die motivatie. Meestal als die mensen bezig zijn, dan gaan ze wel door tot het einde. Dat is in ieder geval, ik heb nog nooit echt iemand gezien die halverwege de traject is geëindigd, omdat ze toch wel een soort verslaafd aan raken. Maar wat zou jouw tip zijn aan de mensen die daarin, ja, uh, misschien het soms een beetje lastig hebben met motivatie daarin? Hey groeimaat, sorry dat ik je onderbreek, maar het is niet zomaar voor iets. Namelijk voor de hoogste kortingen op jouw favoriete supplementenmerken. Ga even naar www.sportpoeder.nl en bestel met de links. Maak kans op lijpe prijzen elke maand en pak de hoogste kortingen op jouw favoriete supplementenmerken. Bedankt en luister lekker verder. Ciao. Oeh, ja, het gaat ook een beetje om omgeving en ook uh, weet je, zoek je die andere kant weer op van... Weet je, het lekkere eten, het sociale dingetjes en zo. Dat kan het weer moeilijker maken. Dus ja. um, ik heb zelf bijvoorbeeld vroeger gerookt en hoe ik ben gestopt is om even niet meer met de mensen om te gaan die roken, weet je, waardoor je snel beïnvloed wordt en dat je toch uit gezelligheid een sigaretje opsteekt. Ja. Dus, uh, dus. Jij zegt ook dat de sociale omgeving een hele grote rol speelt. Ja, zeker, wein. zeker, weet je, dus uh, liever dan even wat meer met de sportmensen die jou daar ook in begrijpen omgaan dan per se de, de mensen. Gym rats. Ja, <laughs> precies. Dat kan al wat helpen. En eigenlijk. Um, Eigenlijk ook zelf een beetje blootgeven aan anderen dat ze wat meer begrip tonen, weet je. Als je wat meer jonge kijkers nu hebt, weet je, de, de ouders die. die hebben ook een rol er eigenlijk mee weet je maar ik kreeg gelukkig best wel veel support uiteindelijk thuis en dat er echt een beetje speciaal voor mij gekookt werd weet je wel. en dat ja. uh, het hoefde bedoel, niet bijzonder gekookt ja precies ja. hoefde niet hele grote veranderingen te zijn maar uiteindelijk een gerecht wat mijn moeder bijvoorbeeld één keer per week maakte tikka masala of zo met de hele vettige curry of zo dat hoefde van mij niet en uiteindelijk ja. gingen ze dat daardoor ook wat minder maken omdat ik liever dan uh, andere dingen at wat wat beter was weet je wel ja, ja dus uh, gewoon meer groentes en uh, denk ja. je ook dat overgewicht uh, want we zien natuurlijk bij de jeugd ook een toename de overgewicht niet bij de personen die naar de gym gaan maar denk je dat er thuis ook uh, slecht gekookt wordt niet uh, haat naar de moeders natuurlijk maar hoe uh, ik denk toch soms wat meer het snaaien hoor... dan echt wat bij het avondeten gegeten wordt. Maar dat vind ik heel moeilijk te zien. Ja, wat, ik... wat mij altijd opvalt... Ja, ik heb het dan zelf thuis ook. Uh, sorry mama, still love you. maar <laughs> Ik merk dat, uh, dat er sowieso thuis heel eiwitarm gegeten wordt. Dus er wordt niet gefocust op eiwitten. Ja. Er wordt alleen gekeken naar aardappelen. Een heel klein stukje vlees erbij, maar dat is dan ook weer spek waar ook weer vet in zit en dan wordt het ook weer gebakken in bakboter weet je al en dan zitten ja. er spersjebonen bij voor de vorm maar ja. verder is het dan niet heel, heel ja, bijzonder ja, alleen true. ik denk zelf ja. dat heel veel ouders ook uh, niet echt realiseren wat gezonde voeding inhoudt nee. en als je dat als dat gaat dan denk ik gepaard met uh, de lagere uh, ja, bewegingshoeveelheid van de jeugd dat je daardoor inderdaad meer overtollig uh, Zeker. Of nee, niet overtollig, vet van kijken, ja. meer in de zin van... Of de mensen. weekenden. Ja, want af en toe wordt het dan ook... Uh, dat hadden wij dan ook wel, dat vrijdag wel een soort van snackdagje was. Zaterdag, zaterdag, dag. Uh, ja, precies. En ik had nog periodes dat ik dan dat nog wel gewoon mee had. Ja. Maar uiteindelijk, toen ik het echt allemaal serieus ging doen... Ja, uh, 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 yeah, ging nemen, toen ging ik gewoon zelf koken. Ook uh, als mijn ouders even een week op vakantie waren, ging ik elke dag koken. Ja. ja heb ik echt mezelf aangeleerd, zeg maar. Ja. Dus heb je wel eens, uh, Oh, sorry, nou, wat je zeggen? Nee, gewoon als er een wil is, is er een weg, weet je hoor. Gewoon, ja. je moet... Uh, eens? Ja, nee. ja. Heb je wel eens mensen in jouw omgeving gehad die overgewicht hebben en die je persoonlijk heb geholpen daarmee? Vrienden of familie misschien? Of, uh... Oeh, goede vraag. Ah, ik heb wel uh, een groepslesje gegeven een tijd. En dat waren gewoon wat meer uh, ouder publiek, zeg maar. Mm -hmm. Die ik wel wat bewuster heb gemaakt en zo. Maar niet dat ik echt, zeg maar, denk ik, ja, ah, bewust heb gemaakt. Dus dan heb je ze wel wat meer aangeleerd over voeding, hoe het ja. een beetje in elkaar steekt en zo. Haalt jouw voldoening uit? Ja, sowieso, ja. Maar was ik dankbaar daarvoor? Of, uh... Ja, zeker. En ook voordat ik dus echt, uh, zeg maar, echt YouTube deed en ook betaald training, schema's. Toen maakte ik dat ook gewoon gratis, zeg maar. Dan maakte ik al trainingsschema's en voedingsschema's. En, uh, ja, da daardoor was ik ook zelfverzekerder toen ik het startte. Van, uh, dat ik al wist dat het werkte en dat, dat ik een product te leveren had, zeg maar. In plaats ja. van dat ik maar even wat in elkaar vlas. Zeg maar. Ja, goed. Uh, Hopelijk werkt het. <laughs> ja. Ja, wat betreft die voeding, um, welke tips zou jij aan goede mate, niet per se in, in relatie tot overgewicht, maar gewoon welke tips zou jij goede mate mee willen geven wat betreft voeding? Wat zijn de eerste dingen waar ze op moeten letten? Um, voor droogtrainen? Uh, gewoon uh, fitness lifestyle. Kan droogtrainen zijn. Uh, kijk, jij en ik oh. weten eigenlijk dat het verschil tussen droogtrainen eigenlijk of droogtrainen bulken. Kogeligraad zijn, eigenlijk daar een beetje mee spelen. Ja. Maar een kleine heads-up alvast. Wel um, maar welke tips zou jij mee willen geven aan uh, mensen die bijvoorbeeld net beginnen met sporten? Dat je een paar switches maakt, wat een gewoonte wordt. En uiteindelijk zo maak je een grote verandering. Even een hoesje. Ja, nee, nee. <coughs> um, ik had het bijvoorbeeld dus inderdaad met mijn ontbijt, weet je. Dat je dat bijvoorbeeld kwark kan worden. En uh, nu heb ik dat ook weer. Dat ik bijvoorbeeld meer groentes eet. Ik heb er een gewoonte van gemaakt dat ik nu uh, bio winterpeen haal. En dat ik gewoon uh, één of twee... Per dag eet en dan uh, heb je dat voor ongeveer een week, en toch even die extra vezels van die wortel, uh, weet je wel, en de vitamines is toch weer even een, uh, een goede bonus. En naast, dus de spessieboontjes die je dan op je bord hebt, ja. die portie groente, is het heel goed om over de dag ook gewoon een paar snackgroenten te hebben, zoals wortels, tomaatjes, die zitten ja. gewoon dagelijks in mijn ja, voedingspatroon. En dan heb ik ook nog uh, van die kleine shots bij de Albert Heijn die ik neem met biet of spinazie. Zeg maar. Dus uh, gewoontes echt. En niet per se alles moeten. En uh, van. Oh, dit is zo vreselijk. En het is niet vol te houden. Want dan vraag je eigenlijk te veel van je. weet je. We zijn allemaal menselijk. Opeens. En um, we kunnen allemaal wel een verbetering. Maar het moet niet opeens van het ene naar het andere. Want dat is gewoon echt te veel gevraagd vaak. En dat kan je misschien wel een week volhouden. Maar uiteindelijk ga je dan toch graag naar het oude patroon. Waar je iets meer geniet. Zie je dat ook vaak bij mensen die ja. dan. Uh, Vaak komen nu mensen naar me toe, uh, ook al voordat mijn sportwoorden, maar gewoon mensen die, die zagen dat ik naar de gym ging en die vroegen van joh, kan je me ermee helpen? Ik zeg tip 1, ga niet te hard van stapel. Ja. Dat zie je Klap. altijd bij mensen die naar de gym gaan uh, en die willen hun best doen en die willen ja. oprecht ook verandering maken, alleen die gaan all-in. Ja. En het probleem met all-in is dat het zo'n 180 graden draai in je leven, dat je het gewoon niet eens meer... Ja, het valt gewoon nauwelijks vol te houden. Met overal je ja. letten buiten het feit dat je vijf of zes keer per week gaat sporten, ja. moet je ook heel anders gaan eten. Terwijl als een negen van de tien niet eens weet hoe ze moeten eten, ja. die zien iets in de supermarkt voor protein op staat en die denken nou oké, okay, ik koop dat, terwijl dat er ook een kilo suiker in kan zitten. Ja, <laughs> zeker, zeker. Dus, uh, nou ja, dat is inderdaad denk ik wel belangrijk ook voor de luisteraars, dat je altijd um, niet vol gas moet gaan en ook sowieso weet wat je doet. En uh, kan je jezelf daarin vinden wat je daarin doet. Ja. Um, ja. En oppakken. Als je even een fout maakt of je hebt een paar dagen gemist zo snel mogelijk weer terug, weet je. Er zijn ook heel veel mensen die hebben dan gecheat... en dan, uh, oh, weet je wat, dan wordt er gewoon een cheat week of Dan wordt dag één dag 2, dag twee wordt dag vijf, ja. zes, zeven, acht, negen... Ze, en dan stoppen ze mee. Ze zijn <laughs> ziek geweest of ze, weet je, veel uit geweest... en ze zijn dan even een paar dagen niet meer naar de gym... en dan gaan ze toch nog even iets langer uitzitten. En Achteraf word je daar toch minder gelukkig van... want je weet wat je wilt en dat... Ja, dat gevoel is gewoon naar. Dus uh, luister echt naar wat je diep van binnen wilt. Ja. En dat je die verandering wilt. En neem dat serieus. En inderdaad, niet alleen, maar je mag best wel trots zijn dat er al wat vooruitgang is. Weet je, dat ik bedoel. Ja. En uh, ja, doe het in stappen. En het is iets wat we jarenlang willen doen. Weet je, en niet uh, de korte, snelle. Ja, ja zeker. Zeker. Ja, ja, ja want uh, welke fouten heb je zelf gemaakt op de voeding in het verleden? Uh, poeh. Welke fout ik daarmee heb gemaakt. Of je denkt van ah, dit had ik niet moeten doen. En dat je iemand anders er ook voor wil waarschuwen, van dit zou jij ook niet moeten doen. Eigenlijk dan kom ik toch eerder uit bij supplementen. Ik weet nog dat ik heel onwetend een supplementenstore inliep uh, bij Rembrandtplein. En dat iemand me Vitargo, dat was uh, een soort van dextrose, oftewel suikerpot, oh, 40 ja. euro. En die <laughs> zei, dit moet je nemen naar het sporten. En daar heb ik gewoon 40 euro voor betaald. En dan, <laughs> ja, en dan kwam hij met zo'n mooi lulverhaal. En ik uh, zei uh, echt tegen mijn moeder nog: oh, Ja, ik moet die hebben. Weet je? En mijn moeder wist er ook helemaal niks van. En uh, ik, moet, ik krijg nu ook wel eens DM's van uh, jonge gasten. van... Uh, ja, Kan jij mijn ouders overhalen dat eiwitten goed zijn? Of zo, weet je? Ik, en ik heb onrecht wel eens: Nee, ik maak die filmpjes soms, man. Oh. Dan krijg ik van die DM's van: Ja, mijn moeder heeft mijn eiwitpoeder weggegooid. Ik zeg wacht. Oh. Luister, En dan neem ik ook oprecht gewoon de tijd om een spraak mee voor vier minuten lang te zo, maken. Ja. Om uit te leggen wat eiwitpoeder is. Ja. Want ja, dat kan wel één iemand zijn die blijft volhouden met fitness. Want je hebt ja. gedemotiveerd van raken. En dan wordt het uiteindelijk misschien wel iemand die in de categorie overgewicht ja. uh, uh, plaatst. Vind, Precies. maar zo te zeggen. Ja. Nee, maar ik vind het belangrijk dat. Uh, want dat is wel echt een storing soms. Dat ouders gewoon echt niet weten. Hoe het überhaupt in elkaar steekt. Die zien ja. dan zo'n artikel van een AD. Ik had dat ook vorige week had dat ook weer op TikTok gezet. Ik werd er helemaal gek van. Ja. Er stond er weer zo'n artikel in het AD van, ja, eiwit-shakes zijn niet nodig. Tenzij dat je twee keer op een dag traint. Ik werd helemaal gek. Ik ja. dacht, wat is dit voor bullshit? Maar ja, dan staat er dus in dat je dan, uh, als je twee keer per dag voetbaltraining doet, dus dan hebben we het over voetbaltraining, als je dan geen twee keer per dag traint, dat, het, dat je dan geen eiwit-shakes nodig hebt. Maar het gaat natuurlijk over je eiwitinname op het totale dag. Ja, klopt. Dat wat belangrijk is. Precies, precies. Dus ja, maar ja, we nog vaker ja. met supplementen gehad dat je de boter bent gaan. Dat je dan van Einl, dit had ik niet. Uh... Nou ja, gewoon heel veel producten. Uh, toen die tijd word uh, Creatine is wel goed, hè? Jongens. Kretine, ja, ook nee, gewoon creatine. Ja, zeker. creatine. reminder to, uh, Maar toen die tijden. tijden had je dus de duurdere varianten nog heel veel. Zeg oh, je maar je met die 20 speciale ja, precies. Met smaakjes. Crealcolin en, en, en uh, ja, 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 ja. et cetera. En dat was beter qua opname en ja, uh, weet ik veel. Tribulus. Uh, weet je wel, om ja. je testosteron te verhogen of zo. Allemaal super dure producten die eigenlijk nu... Uh, als zou je dat nou, allemaal X7... gebruikt, dan zou je duizend ja. euro per maand kwijt zijn. Uh, ja, in. precies, precies. Nee, gewoon dus... creatine en monohydraat goede dat is gewoon prima. Ja. Bij de kruis, valt op, zeker. of uh, bij ja. uh, my Protein, het maakt allemaal niet uit waar je het houdt. Nee, hangt. de onwetendheid van een supplement. Ik heb het ook uh, gehad, zeg maar, en daar onnodig aan verkeerde producten. Maar de basic uh, eiwitshake plus creatine is vaak toch... Echt een van de, de basics uh, en uh, eventueel vitamines of omega 3 gebruik je? Oh, Oké, okay, ja, ja. vraag: gebruik je nog verder uh, vitamine supplementen? Ja, dat, uh... ja, eigenlijk, dus best wel weinig omdat mijn voeding best wel compleet is. Ook ja, met omega 3. Die, ook over winterpen en zo, dan, ja, dan zou je best wel heel veel groentes vanzelf ja. al. Uh, Klopt, ja. ja, maar misschien wil ik wel uh, toch voor de zekerheid nog uh, omega 3 of. Uh, ja, je hebt ook kotliver, uh, zeg maar. Dat, uh, dat ja. is dan heel rijk in vitamine D en omega-3. Zeg maar. Dus misschien wil ik dat nog gaan nemen. Maar uh, goed, dat kan je te, ook doe er eten. Even een je research naar. Op, uh, <laughs> uh, dan zou je het heeft ook kunnen gaan gebruiken. Ja. Nee, ik probeer heel veel uit mijn voeding te halen. Maar uh, ja, ik, ik hou wel van wat gemak. Het al het natuurlijk ja. altijd. Maar ja. het is een, ja, supplementen zijn inderdaad gewoon echt gemak. Ja, dat je, ja gewoon dat een proteinbar, dat, dat vind als ik top. Dus omdat ik om ja. tonijn een keer zat en neem je lekker shaky. Weet ja. je, boeien. je gaat er niet dood aan. <laughs> Ja, over dat overgewicht, hè. Denk ja. jij, uh, leuke vraag om mee af te sluiten. Denk je dat de gym de oplossing is voor het overgewicht in Nederland? Um, het zal zeker een verbetering zijn, zeg maar. Ja, het zal zeker een verbetering zijn, want het is toch een van de twee dingen wat in principe het meeste met afvallen te maken heeft: de voeding en het bewegen. Ja, precies. Ja, ja dus was... je zou dan zeggen niet per se de gym, maar meer gewoon de hoeveelheid sporten moet toenemen. Ja, zeker. En het, wat ik al zei: sporten dat kan de eerste stap zijn voor een verandering, zeg maar. Weet je wel? Ja. Uh, als jij misschien nog even je voeding wil laten, het is al een verbetering dat jij al actief wordt, dat jij meer gaat verbranden. En uh, hopelijk gaan er nog stappen komen. Want bij de een is het niet genoeg om alleen ja. maar een beetje te sporten. Hè? En die kan ook snel gaan opgeven. Dan is het de keuze gas erbij of ga je stoppen? Nou, als jij het echt graag wil, dan moet er gas bij en moet je nog een verandering maken. En ja. Uiteindelijk met steeds meer die veranderingen ga je wel bij het doel komen ja. met de juiste mindset. Ja, en ja, mocht je nou overgewicht hebben en je denkt van joh, ik weet echt niet hoe ik daar vanaf moet komen. De enige manier hoe dat kan is een negatieve energiebalans. En wat ik daarmee bedoel is gewoon minder eten, minder aantal calorieën consumeren... dan dat je verbrandt. Want zo val je af. En dat is de enige Precies. manier hoe het kan. Klopt. Tenzij dat je hele illegale middelen gaat gebruiken... wat ik sowieso niet zou aanraden. Klopt. Wat uit het buitenland moet komen. En weet ik veel wat allemaal. En je kan daar een hartstikke stand van krijgen. Dus dat zou ik ook niet aanbevelen. Nee, de gezonde dus ja. manier. Calorieën tekort, that's the only way. Uh, en dat is ook onze weg uit van deze podcast. <laughs> nee, uh, iedereen bedankt weer voor het luisteren naar uh, de podcast met Anthony. Jij weer ja. bedankt voor je aanwezigheid. En uh, ja, wil je nou meer van deze onafhankelijke content uh, in je mailbox krijgen, word dan supporter op www.sportboel.nl. Voor maar een paar euro's per maand krijg je elke week een podcast. Zoals een leuke podcast als dit. Bedankt ja. en een uh, fijne dag verder. Yes. Top. En als je nog een schema op maat wil voor uh, het afvallen... dan kan je ook bij mij terecht via mijn website. Misschien zetten die hem in de beschrijving. Zet www. hem in de beschrijving. Sterk. <laughs> Thanks voor het kijken. Succes. Ciao. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Meals. Behaal jouw sportdoelen. En wil je nou nog 10% korting op je favoriete preps? Gebruik dan de kortingscode PODCAST10 voor 10% korting.